de speelplaats van de vroegere Mechjeschool is het een drukte van belang. Ze zien ijverig aan bok springen. De juffen en de meesters kijken toe. Ook de mechjes hebben hun spelletjes. Gerrit heeft plezier in zijn vak. De vroegere jongensschool. Ook hier is het speelkwartier. Maar eerst moeten de borstels nog uitgeklopt worden. Meester Jansen moet opletten. Na het gimmen, braaf in de rij, weer naar de school toe. Kruiwagen spelen met dit weer, dat zal wel voor de film gemotten hebben. Daar werden wel kletsnat van. Foei, Jantje toch. Maar de sef met zijn stupke. Zijn vrouw komt ook even kijken. Het mechje van Lone. Wat zou hij daar moeten? Op den Horsterweg bij de familie Manders hebben de kinderen feest. Aan de overkant bij de familie Jenneskes. Op de film met de schort aan, dat kan niet. Bij Gusse Jan komt flink wat jeugd naar buiten. Jan en Mientje kijken tevreden. Het ligt Ribbruk. Bij de familie Vullings. Een prachtstel kinder, zeg. Iets verder bij Joos en Nel Gormans. Even wat groter in beeld. Meester Kersten. Pietje van de Mullenhof is aan het schoefelen. Marie Keizers is actief in haar hof. Teng Verveghel in volle pracht. Hij straalt van oer tot oer. Een lunchtafereel in de wei. En een kijk op Luene vanaf de botterfabriek. Paser Tenk komt ook eens even kijken.
De steeg in beeld. De lauw met zijn heuntje. Leentje achter met haar kroost. Dien van Os betrapte bij het bloemenplukken. Haar dochters helpen haar een heintje. Frits Martens en de vrouw zien bij vrouw Smets. Café Jepke is bereikt. Meester Jaanse plekt een poster voor de skelterrace op. Lies helpt hem een heintje. Henny is bezig met een pilske tappen. Elske laat zich ook even zien. Toen Helligers drinkt een glaasje limonade. Niet verlegen werden Elske. Kijk eens hoe Lies een pilsje tapt. Nou, proost dan maar. Je hebt jezelf ook maar eens even in beeld. Henny moet er met lachen. Dan ook nog maar eens onze Martin. Het smikt iedereen. De jeugd vermaakt zich hier ook. Ben Loene kan het wel waarderen. Die hebben we al eerder gezien. En een inkijk in de Gessenstraat. De kinderen komen allemaal kijken. Vrouw Stevens is de ramen aan het wassen. De familie Pieters. De ooievaar is ook geland. Genieten van zijn sigaretje. Vrouw Klossen met de kleine. De postbode brengt de krant. Vrouw Vullings met de kinder. De familie Keizers. Truus Kremers. Ook toen was er al politie in Leuenen. Jaanse, de smicht belt het gauw deur als je te hard reed. Annie Kunnings wil het gras gemaaid hebben voordat het zondig is. Hendricks bouwmaterialen. Martin Kuisters is in de showroom. En de klant vindt iets van zijn gading. Kijk, dit is nou erg modern. Het buitenterrein van Hendricks bouwmaterialen. Wim Jacobs is buiten bezig. Even de maat nemen.
Kriemers is aan het stukken doren. Het afleveren van bestellingen met de vrachtauto. Vrouw Keizers rond de nummer Huus. Harry Cornelissen. Het gras is gemaaid. De Naaldenboerenbond. In de Nis, een beeldje van Gussewie. Minneke Martens. Schragen Til Zegers uit de Bootstraat. Mina van Keuster Rijntjes. Meester Kersten. Karel en Thea van Meijel. Lies Martens zit de Westwerschoon. Mooi wit hoor. Rambachs komt ook weer thuis. Vrouw Ronge met de kleine op de neren. Gerrit en Mientje Vogelzang zien aan de wandel. Annie Smets met de kindjes. En Wim. Bij de familie Jansen. Thij Willems. We gaan de steeg op, in de verte de stierenstal. Herman en Tenk Woeste hebben het er maar druk met. De klendere kinder speulen met de geit. Vrouw Woeste met de jongens. En een jonge stier in de wei. Mieteunis is maar druk met haar gezond. Driekes Klasse op de boerderij. En moeder Klasse in den hof. Het nieuwe bedrijf van Harry Derks. Annie Derks in haar maaientuin op de Theeuwenhofweg. Truus Kruijmans hield nog van degelijk handwerk. De vier dochters van Truus revotten er lustig op los. Een Solex als een rustig vervoermiddel. De familie Heldes. Mie wil wel even volop in beeld. Deze kinderen zijn druk met klusjes. De appels zijn gerapt.